Rob de Nijs woont samen met en krijgt veel steun van zijn vrouw. Hun leven is geleidelijk meer privé geworden sinds Rob de Nijs met ernstige gezondheidsproblemen te maken kreeg. Maar nu heeft zijn vrouw het droevige nieuws van haar familie aan alle fans bekendgemaakt. De moeder van Jet is afgelopen zondag op haar verjaardag overleden. Ook al is ze 93 jaar oud, ze is nog steeds de grote liefde van Jet. Jet noemt het vreemd dat haar moeder op haar verjaardag overleed. Ze zegt dat je mij ter wereld bracht en 55 jaar later stierf. Daar zijn wij diep bedroefd over, uiteraard ook vanwege de situatie met Rob het afgelopen jaar. Het was niet gemakkelijk voor Jet om voor zowel Rob als haar ouders te zorgen. Ik moest mijn aandacht tussen hen verdelen. Maar ik ben blij voor haar en voor mijn oude vader dat ik zo vaak bij haar kon zijn. In de laatste fase van haar leven konden we richting afsluiting gaan. Jet begrijpt dat mensen niet weten dat Rob op zijn leeftijd nog een schoonmoeder heeft. Dat komt door het leeftijdsverschil en natuurlijk ook omdat ze allebei zo'n gelukkige leeftijd hebben bereikt. Maar hoe oud ze ook is, ze blijft je moeder en dat verlies is verschrikkelijk. We bidden dat Jets moeder in vrede mag rusten. Ook de gezondheid van Rob beter gewenst. Tuổi thì mẹ vẫn là mẹ của bạn và sự mất mát đó thật khủng khiếp. Chúng tôi cầu nguyện cho mẹ và Jet được yên nghỉ. Chúng tôi cũng chúc sức khỏe của Job tốt hơn.